Geachte Garse leerders en ouders. In vandaagse episode wil ik je graag meer vertellen van die volgende activiteiten wat ons voor de muziekleerders beplan. Koor, drumline, marimbas en ensemble. Dan wil ik ook voor je kortelijks inlichting gee oor debat en redenaars. Voor die koor is daar verskeie nationale geleenthede waaraan ons altijd deelneem. Applaus, singen harmonie en astetfits. Ons wil graag oor die volgende 2 jaar ander feeste en geleenthede ook bywoon ter voorbereiding vir die World Choir Games in 2024 wat in Auckland, New Zealand plaasvind. Die drumline is baie goed op dreef en ons is baie opgewonde om nuwe lede in 2022 te verwelkom en te sien wat hulle gaan bereik. Ons beplan ook om in 2022 2 nieuwe muziekactiviteiten te begin om meer leerders geleentheid te bieden. Dit is een marimba band as ook een ensemble of een klein orkest. Enige leerder wat daarin belangstel kan die opnamevorm voltooi. Op die wijze zal ons die leerders wat dansinstrumenten speel of wil speel kan betrek. Die ATKV debatscompetitie biedt een platform voor raakpraters om nie net nieuwe vaardighede aan te leren, maar ook die toekomst met zelfvertrouwen aan te pakken. Leerders zal niet net die geleentheid krijgen om al sê te sê nie, maar ook leer om navorsing te doen en oopkop oor een onderwerp te denken. Debatte is wonderlijk om praat- en luistervaardighede te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Redenaars leren die een vaardigheid wat je elke dag gebruikt: hoe om voor mensen te praten. Ons neem deel aan een verscheidenheid competities. Die interne redenaars finaal, van Huisteens Oratorsfeest, die ATKV redenaars, as ook radikale redenaars. Klim op jou seepkes en kom sê jou sê.